congres nog hebben kunnen wijzigen. Want oorspronkelijk stond er in het verkiezingsprogramma dat wij de verkoop en de teelt wilden reguleren. En ons congres, congressen zijn vaak progressiever dan besturen, ons congres heeft daarvan gemaakt legaliseren. En de wietpas, daar zijn wij fel op tegen. Dat hebben we in de Kamer al gezegd, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Coffeeshops zijn geen probleem, maar een oplossing voor een probleem. En die oplossing voor dat probleem, die maak je moeilijker of zelfs onmogelijk door het invoeren van de wietpas. En daarom zeggen wij, die wietpas moet er niet komen. Die wietpas is nu al een probleem. Je ziet nu in de kranten al de berichten. Afgelopen 2 maanden in Limburg 400 aanhoudingen voor straathandel. Ja, dat is pas het begin. Dat is pas het begin wanneer dit doorgaat. We zullen zien dat wanneer coffeeshops sluiten, dat de handel per definitie op straat gebeurt. Of in woonhuizen, dus ook overlast. En de overlast en de scheiding van de markten en de goede controle, dat was nou juist het voordeel van de coffeeshop. En dat voordeel haal je helemaal onderuit door dat korte termijn succes van een partij als de VVD, Law and Order partij, die zegt we gaan het aanpakken. En je hoort nou ook stemmen, ik heb via Twitter en op mijn weblog heb ik wat geschreven over deze bijeenkomst, over de wietpas. En dan krijg je meteen reacties als, nee, de echte oplossing is alles verbieden, alles aanpakken. En met de wietpas, als je dat pad opgaat, dan zwem je in feite de fuik in. De fuik in van vervolgens de coffeeshop sluiten, vervolgens het opjagen van mensen, vervolgens alles in het criminele circuit. En je bent gewoon weer terug bij af. En het beleid wat wij in Nederland hebben is succesvol. Dat is gewoon bewezen. Scheiding van markten, controle op leeftijd en andere zaken. En dat beleid haal je in één keer onderuit. En de wietpas is dus alleen maar het begin van een hele hoop ellende. En daarom moeten we nu een dam opwerpen tegen de wietpas. En zorgen dat zaken beter gereguleerd, gelegaliseerd, als het aan de SP ligt, worden. Om op die manier te zorgen dat wat we in de jaren 70, vanaf de jaren 70 hebben opgebouwd, waar we internationaal erkenning voor hebben gekregen, dat we dat in stand houden. Moet je daarom allemaal SP stemmen? Nee, daarom moet je niet allemaal SP stemmen. Het helpt wel. Het helpt wel. En ik ben het wel eens met de analyse die gemaakt is, dat inderdaad, want het waren niet eens 60.000 stemmen verschil tussen Partij van de Arbeid en VVD. Het waren er minder. Het waren minder. Inderdaad, je hebt er 60.000 nodig om 1 zetel te halen. Maar zij zijn de grootste geworden, ik meen met iets van 30.000 meer. Ja. En het is ook een kwestie van restzetels. Wij hebben nu een lijstverbinding met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat betekent dat restzetels per definitie, als je op een van die 3 partijen stemt, bij links komen. En omdat wij in de peilingen van die 3 partijen de grootste zijn, zullen wij het hoogste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. En kunnen wij dus meer restzetels binnenhalen dan wanneer we het alleen zouden doen. En omdat die 3 partijen programmatisch op veel dingen dicht bij elkaar liggen, onze voorkeur gaat ook uit met een regering, naar een regering met in ieder geval de Partij van de Arbeid erin. Dus even afwachten wat die andere partijen doen. Kijk, GroenLinks heeft er een beetje een rommeltje van gemaakt, dus ja, ze zullen niet heel erg veel zetels krijgen. Ik heb ook sympathie voor GroenLinks. Maar ja, als je strategisch stemt, het is terecht gezegd, dan als je dan gaat voor een linkse partij, dan kom je bij ons uit. Ik zou het ook zeggen als het anders was bij een andere partij. Maar feit is dat er nu in de aanloop naar de verkiezingen toe, er heel veel gedacht wordt door mensen van ja, ga ik links stemmen, dan kom je bij de SP uit. Ga ik rechts stemmen, dan kom ik bij de VVD uit. En let wel, jullie zijn eigenlijk gewoon een bedrijfstak, hè? Je bent gewoon een ondernemer. En de VVD, je moet het maar eens gaan kijken wat de VVD de afgelopen jaren gedaan heeft voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is heel erg weinig. Tot niks. De SP heeft bij het MKB een goede naam gekregen, omdat wij juist voor het MKB heel veel voorstellen hebben gedaan die buitengewoon gunstig zijn. Niet alleen op landelijk niveau, ook op gemeentelijk niveau. MKB is de motor van de Nederlandse economie. Dat is de motor van de Nederlandse economie. En daarom moet je zorgen dat het MKB overeind blijft. Dat dat ook in fiscale wijze niet benadeeld wordt. Ja, wij hebben belastingverhoging, maar dat is dan voor de grote ondernemingen. En dat is voor de grootverdieners. En de meeste coffeeshophouders zijn gewoon een klein bedrijf. Soms een eenmanszaak, soms met een paar mensen personeel. Dat moet overeind blijven. En dan is er natuurlijk nog alles in de sfeer van openbare orde. Het voorkomen van overlast.
het voorkomen van gezondheidsproblemen wanneer mensen de illegale markt worden opgedreven. En ook de aantrekkingskracht die de straathandel heeft voor mensen die uit het buitenland komen. Kortom, al die problemen die vatten zich samen in één lullig kaartje, de wietpas. En daarom zijn wij tegen de wietpas. Als er vragen zijn, dan wil ik die graag beantwoorden.